De 25e editie van de Bloesemtocht was een groot succes. Er waren ook veel landelijke en regionale prominenten aanwezig. Op landgoed Mariewaard spraken we onder andere met minister Kamp. Wat een prachtige tocht en nog mooier dan ik me van de vorige keer herinner. Maar wat me vandaag vooral bijblijft is de enorme grootschaligheid. De grote hoeveelheid mensen, ik geloof dat er dik 30.000 mensen zijn. En als je al die parkeerplaatsen ziet met die duizenden en duizenden auto's. Ik vind het een geweldige organisatie. Dus ik heb grote bewondering voor de mensen die dit organiseren. En die ervoor zorgen dat heel veel mensen plezier kunnen hebben van dit prachtige landschap. Ook nog van het mooie weer en van de bloesems natuurlijk. Voor onze regio Fruitdelta, waarin we samenwerken met 10 gemeenten, met ondernemers in de regio, is het een geweldig mooie promotie. Wij zijn zelf vanuit Tiel hebben wij contact gelegd met Sint-Truiden in België. Die doen heel veel, het is ook een fruitstad. En die doen heel veel juist in de bloesemperiode. Wij hebben altijd veel gedaan in de oogstperiode, onder andere met het fruitcorso. En als we die verbinding mooi kunnen leggen tussen de bloesemperiode en de oogstperiode, met allerlei doorlopende activiteiten, en daar past deze bloesemtocht fantastisch mooi in, ja, dan is dat heel goed.